ik sta hier voor de stad Schouwburg, waar zometeen de opening van het Nederlands Theaterfestival plaats zal vinden. Lot Vekemans zal de staat van het theater uitspreken en de BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs 2017 zal worden uitgereikt. Ik ga vast naar binnen. Tijdens de opening werd ook de Theaterfotografieprijs uitgereikt. Die ging naar Kurt van der Elst voor de fotoserie van de voorstelling Horses van Kabinet K, het Paleis. Lot Vekemans riep tijdens de staat van het theater mensen met hart voor theater op om moed te tonen. De BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs werd uitgereikt aan 90s Productions. Ze ontvingen deze prijs voor de voorstelling Untitled 2017. De voorstelling is nog te zien tijdens het Nederlands Theaterfestival op zondag 10 en maandag 11 september. Ik ga die voorstelling ook bekijken en hoop de makers dan ook even te spreken over het winnen van deze mooie prijs. In de Schouwburg sprak ik de winnaar van afgelopen jaar. Ik sta hier met Evaline de Boer. En Evaline won vorig jaar de BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs. En ik vroeg me af, Evaline, heb jij misschien tips voor de winnaars van dit jaar? Dat is een goede vraag. Ik denk dat iedereen helemaal op zijn eigen manier eerst gewoon dat feest volledig moet vieren en gewoon moet denken. Er is natuurlijk heel veel te doen over prijzen de laatste tijd. Dat vond ik zelf wel lastig. Als je een prijs vindt dat er dan zoveel gezegd wordt over dat onderscheid maken. Mm-hmm. Maar ik denk dat je het daarom altijd vooral moet zien als een enorme opsteker. En zeker deze prijs. Mm-hmm. Om heel erg door te gaan met zo autonoom mogelijk te blijven zoeken naar wat jij tof vindt om te maken. En ik denk dat het gewoon heel fijn is dat daardoor net iets meer mensen nog willen gaan zien wat jij aan het maken bent. Ja. En dat je vooral dat geld moet gebruiken om, ja, eigenlijk, ik zou alleen maar zeggen, nog meer vrijheid te kopen. Ja. En gewoon doorzoeken. En je krijgt een bevestiging dat je goed aan het zoeken bent. En dat vond ik heel leuk van deze prijs, want het is niet zo'n soort prijs die alleen maar gaat over dat ene werk, maar het is ook een prijs die heel erg gaat over nieuwsgierigheid naar alles wat daar nog na gaat komen. Hey, en jij hebt met het geld van die prijs een nieuwe voorstelling gemaakt. Onder andere met het geld van de prijs. Die is ook te zien op het festival. Wanneer is die te zien? Die is morgen, dus vrijdagavond om 8:30 en zaterdagavond om 8:30 te zien in Bellevue. En wat ik zelf heel leuk vind is dat die voorstelling dus heel erg gaat over vloggen. En dat ik het heel grappig vind dat het theaterfestival nu ook een vlogger heeft. Ja. Omdat ik die hele rare, of ja, voor mij nog vreemde wereld van vloggen helemaal heb onderzocht. En daar een voorstelling over heb gemaakt waar ook een echte YouTuber in zit. Dus die nog een stuk professioneler hiermee is dan wij. maar ik zou het echt te gek vinden als mensen gaan zien wat mijn volgende stap is geweest in het onderzoek nadat ik die prijs heb gewonnen. Het Nederlands Theaterfestival 2017 is officieel geopend. Zoals je ziet wordt er achter mij nog flink nageborreld. Toon grote moed, zei Lot Vekemans in haar staat van het theater en gaf ons dat ook mee op een herdenkingsmunt. Die neem ik mee naar huis. Voor nu, tot later!